graag een rode Ferrari, behalve Genoa-trainer Gasperini dan. Die apprecieert de rode kaart van Matteo Ferrari allerminst. Genoa moet het nog een half uur met zijn tienen rooien. Amper 6 minuten na Ferrari's rode kaart staat het 0-1. Martinez kopt raak, Genoa's ongeslagen thuisreputatie staat op het spel. Een paar minuten later mag Anthony van den Borre invallen bij Genoa. De Belg knalt tegen Jankovic aan in zijn honger om te scoren. Uiteindelijk wordt het een soort assist voor wie anders.